We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS, die geldt tot en met morgen 10 mei. In de avond en nachtelijke uren zal het lokaal bewolkt zijn met perioden van lokaal lichte tot soms matige buien die verspreid zullen liggen over geheel Suriname. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel, overwegend in bosrijke gebieden. In de ochtenduren van morgen woensdag zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met enkele lokaal lichte regenbuien. In de loop van morgen zal er een toename zijn in de bewolking die gepaard gaat met verspreide lichte tot matige buien, evenals onweer en of windstoten. Er worden vooral in het binnenland en centraal Suriname zware onweersbuien verwacht. Variërend vanuit het noordoosten tot het oosten zal de windsnelheid 30 km per uur zijn. Lokaal zal die tijdelijk toenemen tot maximaal 48 km per uur. In het hele land zijn er temperaturen die variëren tussen 30 en minimaal 20 graden Celsius. Vannacht is er in Brokopondo en Sipaliwini kans op onweersbuien en windstoten. Morgen zal het in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini bewolkt zijn met onweersbuien. De meteodienst waarschuwt wel dat morgen 10 mei er in het binnenland en centraal Suriname op enkele plaatsen mogelijk zware onweersbuien, eventueel gepaard met windstoten, zullen optreden.